bent van harte welkom in het Gemeentemuseum, de projectenzaal, waar tot 14 augustus te zien is The Quick and the Dead, een installatie van Brian Clarke. Brian Clarke hebben we vorig jaar gevraagd, een jaar geleden, om een project voor de projectenzaal voor te bereiden. Brian is aan de gang gegaan, maar al snel kwam hij erop dat hij eigenlijk liever met schilderijen wilde werken. En ik vermoed dat dat te maken heeft met die enorme aanwezigheid van die ruimte van Bellage. Gaandeweg het proces ontdekte Brian dat hij eigenlijk niet zozeer, zoals in zijn glasloodramen, de ruimte helemaal naar zijn hand wilde zetten. Maar dat hij samen met Bellage, schouder aan schouder, de ruimte wilde aankleden, tot een geheel wilde maken. Een van de voorbeelden die Brian steeds door het hoofd speelde was Claude Monet. De Franse kunstenaar die jarenlang van zijn leven besteed heeft aan het maken van een panoramische wandschildering van de waterlelies in zijn tuin in Giverny. Als bezoeker kun je daar helemaal in wegzinken. En dat is eigenlijk bij de schilderkunst van Brian Clarke in deze zaal ook het geval. Drie triptieken, twee schilderijen aan de kopwand en drie schilderijen in de nissen. Daarmee is er een ensemble ontstaan wat echt fantastisch op de ruimte inwerkt en de toeschouwer eigenlijk omsluit, omarmt en meevoert in de wereld van Brian Clarke.